Koop jij wel eens een bloemetje? Ja. Waarvoor? Voor mijn vrouw. En hoe reageert ze dan? Verrast. En om iets goed te maken of bij speciale gelegenheden? Meestal bij speciale gelegenheden. En soms om het te feliciteren met iets. En ook wel eens zomaar een bloemetje? Ook wel eens, ja. Ja. En heb je zelf ook wel eens een bloemetje gekregen? Nee, niet zo vaak. Gek genoeg krijgen we allemaal niet zo vaak bloemen. Hè? Terwijl het toch eigenlijk heel mooi is. Maar niet, ook niet van werk of zo? Of... Ja, voor mijn verjaardag elk jaar krijg ik een bloem. Ja. Nou, soms voor mezelf. Gewoon in mijn huis te zetten? Ja. Vindt u dat belangrijk, dat het een beetje fleurig is? Nou, ik vind een bloemetje op tafel altijd wel gezellig staan, ja. En dan een boeket of losse bloemen? Of... Nee, meestal een boeketje. Heeft u een favoriet? Ja, de gerbera of rozen. Nou, meer in het voorjaar, hè. De bloemen wel door het jaar heen, maar niet de planten. De planten voor buiten echt als het tijd is om ze te poten? Ja, dat klopt. En vindt u het leuk om een bloemetje te krijgen? Nou, de vrouw meer. Doet u dat ook wel eens? Zelden. Te weinig of... Ja, ik denk wel te weinig, ja. Voor een verjaardag of iemand te feliciteren. Of gewoon zomaar als iemand in het ziekenhuis ligt wel eens, ja. En krijgt u ook wel eens een bloemetje? Ja. En wat doet dat dan met u? Ja, dat maakt me blij. Vind ik leuk. En koopt u wel eens een bloemetje voor uzelf? Ook. Ik koop vaak van die bolletjes, zeg maar, voor op de tafel. Vind ik leuk. Die nog uit moeten komen? Ja. Er komt er wat uit. Verrassing. En heeft u nog een favoriet? Nee. Alle bloemen vind ik leuk. Ik hou eigenlijk van buitenbloemen. Bloemen die buiten groeien, die je lekker kan plukken en dan op in de vaas zet. Wild, zo gezegd. Ja. Plukt u ook wel eens wild? Ja. Mag niet, maar doet wel. Nee. Waarom niet? Ja, ik omdat ik niemand heb aan wie ik hem kan geven. En krijgt u wel eens een bloemetje? Ook niet. Ook niet bij een jubilaris of zo op werk? Nee, helaas. Mist u dat? Nee, niet echt. Heeft u überhaupt planten, bloemen in huis staan? Zo goed als niet. En waarom niet? Is dat een bewuste keuze? Man, hè, makkelijk in het onderhoud. Anders krijgen ze toch geen water? Precies, inderdaad. Soms. En waarvoor dan? Om mensen te bedanken. Heb ik nog een plant trouwens. Kun je er wat over vertellen? Ja, mijn kat die was 3 maanden lang weg. En iemand heeft mijn kat gevonden. En die persoon wou ook nog een bloemetje brengen. En dan ook waarschijnlijk heel erg opgelucht vanwege de kat? Ja, maar ze helaas is ze overleden. Oh, dat is wel vervelend. Dus het is een beetje zielig. Ja, zielig verhaal. Komt er een nieuwe kat? Nou, ik heb er nog 2. Ja. Dus daar is nog wel van te genieten? Ja, gelukkig wel. Maar goed, ik wil dus die persoon die naar de dierenarts is geweest om een kat op te halen, die wil ik graag een bloemetje brengen. Ja. Die woont tegenover mij. En nog de persoon die mijn kat heeft gevonden, die wil ik ook nog een bloemetje brengen deze week. Enig idee wat voor bloemetje? Geen idee nog. Net wat er mooi is? Ja, iets wat mooi is. Mooi boeketje, ja. Wel eens. Wel eens, hoe vaak is dat? Nou, zou ik zo die kunnen zeggen. En wat voor gelegenheden? Oh, van alles. Ik koop wel eens een bloemetje, ja. En hoe vaak? Nou, 1 keer in de 3 weken. En dan voor uzelf of ook voor anderen? Voor mezelf, maar ook voor anderen. En? Om dan blij te maken, ja. En dan zomaar of bij een speciale gelegenheid? Nee, ik kan wel eens zo op het idee komen. Leuk, ga een kopje koffie drinken en een bloemetje mee. En hoe reageren mensen dan? Ja, leuk. Enthousiast. Goh, leuk, lief, ja. Krijgt u ook wel eens een bloemetje zelf? Nou, niet zo vaak, maar dat hoeft ook niet, hoor. Dat is dan minder belangrijk? Ja, dat geeft niet. Iets geven is ook leuk, toch? Ja, dat koop ik wel eens, hè. Hoe vaak en voor wie? Ja, voor mijn vrouw soms, hè. En hoe reageert ze dan? Nou, meestal vindt ze dat wel leuk, ja. Want meestal koop ze zelf. Dus ja, heel af en toe dan koop ik het even voor mijn vrouw. U besteedt het eigenlijk uit? Ja, soms wel, ja. En krijgt u zelf ook wel eens een bloemetje? Of heeft u wel eens een bloemetje gekregen? Nee. Zou u dat leuk vinden of zegt u... Nee, doe mij niks. Nee. Daar bent u te man voor. Ja, vult maar in. En vindt u het wel gezellig als er een bloemetje op tafel staat? Ja, dat wel. Ja. Ja. Nooit. En waarom niet? Het is altijd zo weg. Maar het brengt wel een beetje kleur in huis. Nou, nee hoor. En vroeger? Zeg? En vroeger? Vroeger wel, ja. Maar nou, sinds de laatste paar jaar niet meer. Nee. Ik koop wel eens een bloemetje, ja. En voor uzelf, voor anderen? Alle twee. En hoe vaak voor uzelf? Nou, niet zo vaak. Meer vaker voor een ander dan voor mezelf. Ja, zelf ook te krijgen natuurlijk. Krijgt u ze ook? Soms. Niet genoeg volgens mij? Nee, volgens mij niet, nee. Zijn er bepaalde bloemen die u mooi vindt?
Ja, dat is lastig. Alle bloemen zijn wel mooi eigenlijk. Maar rozen zijn natuurlijk altijd goed. Ja? Als het maar een beetje kleur heeft. Kleur zeker, ja. 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 Voor wie? Een vriendin. En dan zomaar of bij een speciale gelegenheid? Nee, spontaan. Dat is het leuke. Gewoon. Omdat ze dan verrast zijn? Ja. Hoe vaak in het jaar? Hoe vaak in het jaar? Zullen we zeggen 1 keer in het kwartaal? 4 keer in het jaar dus? Ja, dat blijft spontaan. Hè? Niet gestructureerd.